Hoi, de geschiedenis van onze taal gaat ver terug. In het handboek van Kern kun je lezen dat zo'n 1500 jaar geleden het Oud-Nederlands ontstond. De voorloper van het huidige Nederlands. Waar een taal wordt gesproken, worden ook verhalen gemaakt. En dus moeten er in dat Oud-Nederlands ook verhalen zijn verteld. Maar ja, verteld, dus niet opgeschreven. In de middeleeuwen was er een orale traditie, wat betekent dat de verhalen mondeling werden doorgegeven. En aangezien de mensen destijds nog geen spraakberichtje konden opnemen, kunnen we die verhalen dus ook niet meer achterhalen. Tijdens de tweede periode van het Nederlands, het Middel-Nederlands, zijn er wel verhalen opgeschreven. Eerst met een ganzenveer, dat ging niet zo snel, maar toen de drukpers eenmaal was uitgevonden, kwamen er meer en meer oude en nieuwe verhalen op papier te staan. En uit deze tijd kennen we Middel-Nederlandse ridderverhalen, zoals Karel en de Elegast, Floris en de Blansevloer en Walewijn. Het verhaal over de non-Beatrijs, de toneelstukken Elkerlik en Marieke van Nieuwmegen en mijn eigen favoriet Van den Vos, Reinaarde. Op de middelbare school zul je ongetwijfeld met enkele van deze teksten in aanraking komen. Maar er bestaan ook moderne versies zoals Verguut van Ingrid Biesheuvel en De Schelmenstreken van Reinaard de Vos van Koos Meinderts. En deze teksten zijn geschreven in het moderne Nederlands, waardoor jij net als die middeleeuwen kunt genieten van de dappere ridder Verguut of van de sluwe vos Reinaard die alle andere dieren voor gek zet. Wist je trouwens dat de verhalen over koning Arthur en zijn ridders van de ronde tafel, zoals Walewijn en Lancelot, tijdens de middeleeuwen door heel West-Europa verschenen. En die verhalen zijn een enorme inspiratie geweest voor bijvoorbeeld jeugdklassiekers als De Brief voor de Koning van Tonke Dracht of Kruistocht in Spijkerbroek van Thea Beckman. En die middeleeuwen blijven ons steeds maar inspireren. Denk aan series en films als Game of Thrones en The Lord of the Rings. Maar ook in boeken blijven middeleeuwse elementen terugkomen. In het grappige Prinses Nola en haar waardeloze prins van Henry Lloyd, Leven de Koning van Martijn Neggers, waarin je in het jaar 1415 meegaat met Glaw op veldtocht in Frankrijk, of Risk van Hjalmar Soes dat zich in het heden afspeelt met een houten speelkasteel. Aan de ene kant reizen verhalen uit het verleden via hervertellingen en varianten op diezelfde oude verhalen naar de toekomst en bieden oude boeken ons de mogelijkheid om terug in de tijd te reizen. Aan de andere kant zijn er ook moderne boeken waarin je terug in de tijd kunt gaan. Zogenaamde historische romans waarover je in het handboek van Kern kunt lezen. Verhalen die zich afspelen in het verleden. Reis naar de prehistorische bronstijd met het boek Brons van Linda Dielemans. Naar het oude Egypte met farao's in Schaduw van Toet van Lida Dijkstra. Naar het leger van Napoleon in IJzerkop van Jean-Claude van Rijkeghem, waarbij het 18-jarige meisje Stans vermomd als jongen het slagveld betreedt. Reis naar het spannende Amerika in 1904 met de vier hoofdpersonen uit het mysterieuze horloge van Walker & Dunn van Davide Morosinotto. Oorlogsverhalen over de Tweede Wereldoorlog zou je een populair subgenre kunnen noemen binnen de historische romans. Want er zijn veel indrukwekkende boeken te vinden over deze nare periode. De Tunnel van Anna Woltz, De Jongen in de Gestreepte Pyjama van John Boyne, Ons Kasteel aan Zee van Lucy Strange, Ik zal je bewaren van Jessica Verstegen, Haar naam was Sarah van Tatjana de Rosnay, De klassieke Oorlogswinter van Jan Terlouw of de dagboekverhalen uit het bijzondere boek Oorlog in Inkt, waarin verschillende dagboekfragmenten die kinderen tijdens de oorlog hebben geschreven zijn te ontdekken. Zoals het Nederlands zich in 1500 jaar tijd heeft ontwikkeld, zo verandert ook jouw eigen taal. Je leert nieuwe woorden, je bent momenteel expert in jongerentaal en de zinnen die je dagelijks formuleert wijken waarschijnlijk behoorlijk af van die van een aantal jaar geleden. En wie een dagboek bijhoudt is zich hiervan bewust. Als je je teksten van 2 jaar geleden leest, lijkt het qua taal wel alsof je een ander persoon was. In die woorden zitten de wortels van je eigen taal en persoonlijkheid verstopt. En dat is dus best een goede reden om veel te schrijven, zodat je nog eens naar jezelf terug kunt reizen.